Welkom bij alweer de 5e aflevering van de Lockdown. Vandaag hebben we het over hoe bepaalde kwetsbare groepen in onze samenleving niet in bescherming genomen, maar juist het hardst geraakt worden door de coronacrisis. Onder andere dak- en thuislozen en de problematiek daaromheen bespreken we vandaag met onze gast, Jay-Z, duo-raadslid bij Bijeen Amsterdam. Dat doe ik vandaag samen met Alexander. Alexander, kun jij eerst wat over jezelf vertellen? Ja, hoi. Dankjewel Sanne. Mijn eerste aflevering voor de lockdown waarbij ik meedoe. Ik woon in Rotterdam. Ik werk in dagelijks leven als journalist, onderzoeksjournalist. Maar heb daarvoor ook in het onderwijs gewerkt. Economisch geschoold, maar gewoon maatschappelijk betrokken. Ja, dat ben ik een beetje. En als je dan kijkt, ik weet dat jij het nieuws en wat er gebeurt in de wereld goed volgt. Kun jij wat meer vertellen over wat jou nou hoop en vrees heeft gegeven de laatste tijd? Ja, ik begin even met vrees. Wat je misschien ook wel een beetje aanvoelt, wat iedereen wel een beetje aanvoelt, is dat deze coronacrisis ontzettend veel impact gaat hebben op de maatschappij en niet alleen... Niet alleen goed, hè. Je hebt mensen die zeggen dat mensen nu wakker worden en inzien dat er van alles moet veranderen. Dat privatisering in de zorg en de marktwerking teruggeschroefd moet worden. Dat we fundamenteel anders moeten nadenken over hoe de wereld nou eigenlijk in elkaar zit. En ik denk dat dat heel goed is dat dat gebeurt. Maar wat er ook aan gaat komen is een grote recessie. Dat is wat alle instituties eigenlijk voorspellen. En wat mij daarbij vrees gaf, is een videootje wat ik onlangs zag langskomen. Die legt eigenlijk uit dat recessies in het algemeen hele positieve effecten hebben. Niet voor mensen, maar juist voor eigenlijk kapitaal, voor het bedrijfsleven. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, want we beschouwen recessies over het algemeen als iets wat... Ja, ook het bedrijfsleven raakt en schaadt. Maar dit zijn economen, die heten, even kijken of ik het goed uitspreek, Shimshon Bichler en Jonathan Neetson. Die schreven een paper in 2014, dat heet Can Capitalists Afford Growth? En wat zij eigenlijk aantonen is dat recessies eigenlijk de machtsverdeling tussen kapitaal en arbeid vaak verschuift juist richting kapitaal. Dus als je kijkt naar welk deel van de economische koek door het bedrijfsleven verdiend wordt in de vorm van winsten en rente en zo, dat groeit vaak tijdens recessies. En dat heeft ook te maken met de lage onderhandelingspositie van werknemers. En, je kan je voorstellen een gigantische werkloosheid die ontstaat. Dat schaadt de onderhandelingsposities van werknemers. Ja, en zij zien een sterke correlatie tussen het deel wat naar kapitaal gaat en de mate van werkloosheid. Nou, dat is iets wat dat zien we natuurlijk nu ook gebeuren, dat deze recessie waarschijnlijk enorme werkloosheid gaat veroorzaken ook. En op die manier dus ook weer de onderhandelingspositie van werknemers, die toch al niet zo goed is, enorm gaat schaden en mogelijk dus ook... juist tot zal leiden tot een groeiende ongelijkheid tussen kapitaal en arbeid eigenlijk, zoals je het in klassieke termen zou noemen. Dus dat is wel een beetje de vrees en dat zie je ook. Je ziet nu al mensen die oproepen, hè, er was onlangs een iemand die is eigenlijk volgens mij, die werkt voor een investeringsmaatschappij, Robert de Boek. En die schreef al een column en die was op de radio met de boodschap dat werknemers 30% van hun loon moeten inleveren om de economie te redden. Dus je ziet nu al dat die aanval al begint, zeg maar. Ja, dat kan natuurlijk slecht uitpakken. Dat geeft mij vrees. Ja. Maar je hebt ook hoop. Ja, natuurlijk. Dat moesten we natuurlijk ook even opzoeken. Dat was even zoeken. Maar wat ik vond was een rapportje dat is geschreven over hoe mensen de coronacrisis nu ervaren en de angsten die er leven in de Nederlandse samenleving. En over het algemeen is iedereen, of een heel groot deel van de bevolking is bang zijn of haar baan te verliezen.
En uit dit onderzoek, dat was een onderzoek vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam, toonde dat bijna een derde van de werkende respondenten in Rotterdam is bang om zijn baan te verliezen. En dat meer is dan het landelijk gemiddelde. Dus dat is nog een beetje vrees nog steeds. Maar wat het ook toont is dat een heleboel mensen in Rotterdam wel een groeiend vertrouwen hebben in buurtgenoten. Het gaat ook echt specifiek over solidariteit op buurtniveau. En dat vind ik wel mooi om te zien dat eigenlijk meer dan de helft van de Rotterdamse respondenten, de stad waar ik woon, die zegt dat de buurtgenoten elkaar enorm helpen en veel vertrouwen hebben in hun buren. En dat sinds de uitbraak van de crisis ook verbeterd is. Dus dat de relaties op buurtniveau ook juist verbeterd lijken te zijn sinds de coronacrisis. Dus ik denk dat dat wel een beetje hoop geeft. Hè. Een enorme crisis die ons aankomt, maar dat we echt die lokale solidariteit, die denk ik een heleboel mensen wel voelen, dat wel een bron kan zijn van misschien positieve verandering ook weer juist op grotere schaal. Dat is mijn hoop. Mooi dat gebeurt in de stad waar je woont. Het is ook leuk om te weten dat goed doet. Ja, dus dat was mijn hoop en vrees. Ik paas hem natuurlijk ook weer terug naar jou, Sander. Wat geeft jou hoop en vrees? Ja, ik begin ook wel met vrees, net als jij. Mijn vrees zit hem onder andere in hoe wij omgaan met de structurele ongelijkheden die de coronacrisis nu echt blootlegt. En er verscheen gisteren een artikel op nieuwssite Al Jazeera. En dat liet weten dat in de Verenigde Staten de zwarte bevolking disproportioneel geraakt wordt door het virus. En dat betekent dus dat gemiddeld, het verschilt een beetje per staat, maar gemiddeld is 30% van de patiënten een zwarte bevolking, terwijl zij maar 13% van de populatie uitmaken. Dus dat is heel duidelijk en eigenlijk onmiskenbaar dat zij heel anders geraakt worden dan andere groepen in de maatschappij. En redenen hiervan zijn natuurlijk onder andere ook dat zij vaak slecht betaalden, maar nu dus wel als essentieel bestempelde beroepen doen. Waarvoor zij naar werk moeten, waarvoor zij vaak afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Niet altijd een zorgverzekering en zeker niet de financiële ruimte om ervoor te kiezen om niet te werken. Dus je ziet daarin zo duidelijk dat de ongelijkheid die daarin zit. En we zien natuurlijk ook heel veel ongelijkheden in Nederland hoe mensen geraakt worden. Dus onder andere dak- en thuislozen, wat we ook straks nog verder zullen bespreken. Maar bijvoorbeeld ook hoe kwetsbaar ouderen zijn voor eenzaamheid. En hoe kwetsbaar dak- en thuislozen zijn voor besmetting bijvoorbeeld. Mensen in specifieke beroepen die financieel veel kwetsbaarder zijn. En mijn vrees is dat nu deze ongelijkheden heel erg blootgelegd worden, hè, door de crisis. En dat er dan op gereageerd wordt met wat kleine ad hoc maatregelen. Dus bijvoorbeeld extra plek in opvanghuizen. Of er worden iPads geregeld zodat oudere mensen kunnen skypen met hun zoons en dochters. En dat daarmee de maatschappelijke onrust hieromheen, dus de eerste schok die we als maatschappij ervaren van het zo geconfronteerd worden met die ongelijkheden, dat die maatschappelijke onrust wel settelt, maar dat eigenlijk er geen structurele oplossing voor het probleem gekomen is. Een beetje doormodderen, zeg maar. Precies, doormodderen, maar dan wel. Dus dat ook deze realiteit weer wendt. Maar. Dus wat eerst nog echt schokkerend was, dat we daar nu aan wennen. En dat daarmee de eerste energie, denk ik, waarmee veel verandering teweeggebracht kan worden, ook een beetje zettelt. Dus dat is een beetje waar mijn vrees zit. Maar ik heb gelukkig ook wel hoop daaraan gerelateerd. Want ik zie dus ook steeds meer petities en initiatieven verschijnen. Die pleiten om financiële steun vanuit de overheid niet meer alleen te koppelen aan zo snel mogelijk terug proberen te keren naar normaal. Naar het normaal waar we vandaan komen. Maar juist weg te bewegen van dat normaal wat eigenlijk de crisis in eerste instantie in de hand gewerkt heeft. Dus je hebt bijvoorbeeld een petitie Laat Nederland eerlijker en duurzamer uit de coronacrisis komen. Die is nu meer dan 3000 keer ondertekend. Dus het gaat heel hard. En ook in het buitenland zien we natuurlijk dat de crisis gebruikt wordt om verbetering in de maatschappij te brengen.
las vandaag dat in Pakistan heel veel mensen nu, die geen baan hebben, nu een baan krijgen vanuit de overheid om bomen te planten door het hele land heen. Als onderdeel van hun klimaatadaptatieprogramma. Dus dat is voor mij, mijn achtergrond, meer in duurzaamheid. Dus dat vind ik interessant en hoopgevend ook om te lezen. Mm-hmm. En de tweede petitie, Sterker uit de crisis, die is nu al bijna 5000 keer ondertekend. En dat pleit er dus heel duidelijk voor dat er alleen financiële steun gegeven moet worden aan bedrijven die ook duidelijk maatschappelijk verantwoorde veranderingen door willen voeren. Die wel netjes belasting betalen en duurzaamheidsbeleid hebben. En Denemarken is natuurlijk een beetje voorbeeld in geweest. Die was de eerste regering die aangaf dat er alleen steun komt voor bedrijven die bijvoorbeeld belasting betaald hebben. En ik hoop dat Denemarken daar niet de enige in blijft. En ik zie wel, heb wel hoop dat juist dit soort petities daarin kunnen helpen. Ja, dat was een petitie in de Volkskrant, toch? Waar je het over hebt? Laatste klopt. Ja, door Ewald Engelen en Marcia Luijten en Jeroen Smit, volgens mij. Ja, klopt. Door heel veel mensen ondertekend ook. Prominente denkers en schrijvers die zich daarachter scharen. Ja, en terecht. Dus dat vind ik zeker hoopgevend. Voor ook zeer structurele verandering die wel geboren kan worden uit deze crisis. Zoals mijn hoop en vrees. Maar we spreken later spreken we ook Jay-Z over zijn hoop en vrees. Dat is onze gast van vandaag. Hij is deelraadslid van politieke partij Bijeen, Amsterdam. En onlangs schreef hij ook een artikel op joop.nl over het besmettingsgevaar van dak- en thuislozen. En over onderdak als een basisrecht, niet alleen tijdens de crisis, maar juist ook daarna. Want ondanks dat er dus 100 nieuwe plekken in Amsterdam bijgekomen zijn, is er nog steeds onvoldoende opvangcapaciteit en bescherming voor deze groep. Maar naast dit basisrecht kwam Bijeen laatst met nog 9 voorstellen ter behoeve van gelijkwaardigheid, solidariteit, rechtvaardigheid. Dus ik denk dat daar genoeg interessante dingen zijn om te bespreken. Dus Jay-Z, kom erbij, zou ik zeggen. Hallo. Hi. Hey, Jay-Z. Hey, hoe hou jij het vol in de lockdown? Hoe ervaar jij dat? Dat is wel een goede vraag. Want ik heb me er in eerste instantie best wel op verkeken. Wat voor een invloed dat eigenlijk op mij zou hebben om mezelf in zelfisolatie eigenlijk te plaatsen voor zo lang. En de eerste paar weken toen ben ik eigenlijk echt alleen naar buiten gegaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Voor de rest heb ik helemaal niemand gezien. Maar ging ik ook niet echt naar buiten toe om gewoon een frisse neus te halen of om even in de zon te zijn. En ik merkte in eerste instantie niet dat ik dat miste, omdat ik zo druk bezig was eigenlijk met, me zorgen maakte wat er allemaal gebeurt in de wereld, wat er allemaal gebeurt in de stad. En proberen om via die zetel die wij in de Amsterdamse gemeenteraad hebben, zoveel mogelijk te doen om, om het te zijn voor de groepen die het hardst worden geraakt. Daarbij was ik toen wel mezelf even vergeten. En na een aantal weken toen merkte ik wel dat ik, dat zijn invloed begon te hebben op mij. En toen ben ik wel echt bewust vaker naar buiten gegaan, meer gaan bewegen. Omdat ik gewoon wel merkte dat ik depressief begon te worden. En dat was wel even zwaar om daar, om daar uit te komen. Inmiddels gaat het wel iets beter. En ik denk ook dat ik in het algemeen in een hele geprivilegeerde positie zit. Het gros van mijn inkomen, dat heb ik nog. Ik heb een fijne woonplek waar ik ook relatief makkelijk naar buiten kan, zonder dat ik gelijk met allerlei mensen in contact hoef te komen. Ik heb ook genoeg ruimte om te bewegen. En dat is voor heel veel mensen natuurlijk wel anders. Maar ik denk dat Er ook heel veel mensen zijn die geestelijke gezondheidsproblemen hebben bijvoorbeeld. Dat ondanks dat ze genoeg ruimte hebben in hun huis, dat het alsnog heel zwaar is. Dat is helemaal begrijpelijk. Het is voor iedereen een uitdaging om ineens in een totale nieuwe realiteit een nieuwe structuur te vinden. En nieuwe routines die je dagelijks leven een beetje
Heb je in de buurt wel een parkje waar je naartoe kan? Is het een beetje groene wijk waar je in zit? Ja, nou, ik woon op Eiburg, op Steigereiland. En dat is eigenlijk het is een ideale plek om te wonen, zou je kunnen zeggen. Want er is veel ruimte, veel groen in de buurt, waar het ook niet al te druk is. Dan moet ik wel zeggen dat ik er soms, vooral de laatste dagen, wel van schrik dat het toch weer vrij druk begint te worden op straat. Ja. Moet ik zeggen dat ik me daar toch wel zorgen om maak. Ja. Maar over het algemeen heb ik zeker niets te klagen. Ja, nou ja. Relatief comfortabel dan. Maar volgens mij hebben we allemaal wel iets te klagen over de situatie in het algemeen. Dus daar gaan we ook... Daar gaan we je ook over bevragen. Maar voordat we dat gesprek beginnen, kun je misschien eerst even uitleggen gewoon wie je bent, wat je doet, wat Bijeen is. Want niet iedereen kent die partij. En wat jullie positie op dit moment ook is. Hè? Jullie hebben een zetel in Amsterdam. Ja. Ik zal een poging doen. Ik ben dus JC Veldhuizen. Ik ben 30 jaar. Zoals ik zei, woon ik op Eiburg in Amsterdam. Van oorsprong ben ik eigenlijk sociaal werker. Ik focuste me altijd op jongerenwerk. Dat heb ik zo'n 10 jaar gedaan. Nu ben ik dus duo-raadslid voor Amsterdam Bijeen. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles algemene zaken, decolonisatie en antiracisme, dak- en thuislozen, kunst en cultuur, gemeentelijk vastgoed en nog een aantal andere onderwerpen. Waar willen wij naartoe in Amsterdam met Bijeen? Eigenlijk zeggen we van er moeten genoeg betaalbare woningen zijn. Onderdak, dat zou een basisrecht moeten zijn. Het liefst zien wij gratis, hè, of op zijn minst veel goedkoper openbaar vervoer. En als het gaat om armoede, dan willen we echt wel toewerken naar systematische sanering van schulden. En die maatregelen of die doelen die wij hebben, die richten zich eigenlijk allemaal op het waarborgen van de bestaanszekerheid van Amsterdammers. Bijeen heeft twee pijlers. Dat zijn radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. En simpel gezegd streven wij naar een samenleving en een economie waarin niet winstmaximalisatie en economische groei, maar de belangen van dieren, van mensen, dieren en de planeet centraal staan. Mm-hmm. Wij zijn nu alleen nog vertegenwoordigd in Amsterdam in de gemeenteraad met één zetel, maar wij doen dus ook mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen dat jaar daarop. Ja, en voor de duidelijkheid, die zetel die... Je bent een duo-raadslid, dus die vervul je samen met Sylvana Simons. Nee, Sylvana Simons is ons raadslid. En er zijn in totaal 3 duo-raadsleden op dit moment. Naast mij is er Freer en Zo Roestejaar, Freer Verkerken en Zo Roestejaar. En we hebben ook nog mensen die in onze fractie werken. Dus we zijn echt een team. En Sylvana is onze fractievoorzitter en onze politieke vertegenwoordiger inderdaad. Ja, ja. In het algemeen, waar we met je over willen praten is ook een beetje duidelijk voor de geest krijgen, wat zijn nou eigenlijk concrete politieke stappen die gezet kunnen worden rond de coronacrisis en in specifiek rond ook dakloosheid, woningnood en lokale politiek. Want dat is een beetje waar je mee bezig bent vanuit die partij. Maar voordat we het daarover hebben, kun je misschien kort toelichten, wat is vanuit die kritische blik vanuit Bijeen en vanuit jouzelf, wat zijn eigenlijk de grootste problemen die jij ziet ontstaan in die coronacrisis? Okay, ook niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere landen. Hoe raakt dit ons? Dat is een antwoord wat ik niet, of een vraag waar ik niet even snel antwoord op kan geven. Maar gedurende dit gesprek blijven we daarop terugkomen, denk ik. Ja, maar ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik drie dingen zie op dit moment. Hè. Dan heb ik het nu even specifiek over Nederland. Eén, dat is het belang van de cruciale beroepen en de noodzaak tot herwaardering daarvan. Twee is dat gemarginaliseerde groepen het hardst worden geraakt.
En drie, dat het steeds meer zichtbaar wordt eigenlijk dat het kapitalisme letterlijk levens kost. En ja, wat die cruciale beroepen betreft, denk ik dat we nu zien hè, dat veel mensen die beroepen uitvoeren relatief weinig betaald krijgen of onderbetaald krijgen. En in veel gevallen is er natuurlijk sprake van enorme werkdruk. Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie in het primair onderwijs of die van supermarktmedewerkers. En ja. Ik denk bijvoorbeeld dat het niet oké is om deze mensen te vragen door te werken in de huidige omstandigheden. Zonder dat er eerst wordt voldaan aan de eisen van bijvoorbeeld PO in actie of de campagne van de FNV voor de verhoging van het minimumloon. PO in actie, wat is dat? PO staat voor primair onderwijs. Dat is een actiegroep eigenlijk van leerkrachten uit het primair onderwijs die ja. Zichzelf organiseren rondom twee heel heldere eisen. Eerlijk salaris en minder werkdruk. En dat doen ze al langer. Maar ik vind deze crisis laat zien. En dat zouden we natuurlijk al moeten weten, dat het onderdeel is van de meest fundamentele beroepen die er zijn in onze samenleving. En is het eigenlijk hartstikke gek dat je nu die mensen zomaar aan het werk stuurt zonder ook maar, tenminste dat vind ik, zonder ook maar het te hebben eigenlijk over de eisen waar zij al zo lang voor strijden. En ik hoor zelf verhalen van leerkrachten die nu in één keer veel meer moeten werken dan dat zij oorspronkelijk deden. Ja. En waarom ik dit zeg is eigenlijk omdat ik vind dat wij dus niet zomaar terug kunnen naar hoe de economie altijd al was. En dat we dus voordat we die economie weer willen opstarten, het eens met elkaar moeten over hebben van hoe doen we dat dan? Ja, want nu is er een soort van moraal van iedereen moet de schouders eronder zetten. Het is een crisis die ons allemaal raakt. En iedereen moet offers bieden of zo. Dat gevoel heerst een beetje in de samenleving. Van, je moet nu niet gaan zeuren om werkdruk of wat dan ook. Want zie je dat zo? Ik hoor natuurlijk wel mensen zeggen van ja, dit is niet het moment om, dat heb ik letterlijk gehoord, om op te roepen tot loonsverhoging bijvoorbeeld. Of op te roepen tot het verminderen van de werkdruk. Ik zou juist het tegenovergestelde beargumenteren en moeten zeggen dat dit. En ik zeg dus dat dit wel het moment is waarop we dat moeten doen. Omdat ik denk dat de wijze waarop we de economie tot nu en toe altijd hebben georganiseerd ook een grote rol speelt in waarom wij eigenlijk onvoorbereid deze pandemie, deze crisis in zijn gegaan. En ook een hele grote rol speelt natuurlijk in waarom er zoveel ongelijkheid is in de mate waarin mensen door het virus zelf, maar ook door de sociale en economische gevolgen ervan worden geraakt. Ja, en heel concreet in Amsterdam. Je bent veel bezig geweest met het dossier dakloosheid en woningnood. Hoe zie je dat deze crisis specifiek die groep harder raakt? Hoe zie je dat? Ik zal heel even een aantal dingen zeggen over dak- en thuislozen. Omdat ik denk dat het belangrijk is om dat even in een context te plaatsen van hoe het was voor de crisis. Mm-hmm. Want er zijn dus op dit moment 40.000 dak- en thuislozen in Nederland. En even kijken, wat wil ik eerst vertellen? Nou, laat ik beginnen met hoe het kabinet reageerde op de crisis betreffende dak- en thuislozen. Het kabinet kwam op 9 maart met de eerste maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar het duurde tot 27 maart voordat het kabinet richtlijnen publiceerde voor de opvang van dak- en thuislozen. En wie een blik werpt op de praktische uitwerking daarvan, ziet eigenlijk dat het kabinet een hele andere standaard hanteert voor deze groep.
Wat je bijvoorbeeld ziet is dat het kabinet vrijwel alle bijeenkomsten en evenementen heeft verboden en adviseert om enkel voor het hoogst noodzakelijke naar buiten te gaan. Maar tegelijkertijd maken de richtlijnen die het kabinet heeft opgesteld het mogelijk voor gemeenten om opvanglocaties te organiseren waar groepen van 50 dak- en thuislozen onder worden gebracht in één grote ruimte zonder tussenmuren. En het is ook... dat is het beleid. Dat is het beleid staat het toe. Ja. Het beleid staat het ook toe om dak- en thuislozen individueel in hotelkamers op te vangen. Wat nu gelukkig steeds meer gebeurt, maar dat duurde allemaal veel te lang en het gebeurt ook nog niet voldoende. Maar het is bijvoorbeeld ook zo dat dat beleid alleen gemeenten verplicht om nachtopvang te organiseren. Wat ervoor zorgt dat de gemeente Amsterdam eigenlijk iedere ochtend honderden dak- en thuislozen op straat stuurt. Waar zij vervolgens afhankelijk zijn van toegankelijkheid tot dag, tot inloopplekken, dagopvangplekken voor eten, drinken, sanitair, noem het maar op. Maar daar is het dan niet eenzelfde scheiding als op de nachtopvanglocaties. Dus al die mensen die van elkaar worden gescheiden, alle verschillende plekken waar ze kunnen slapen, al die mensen die komen allemaal weer samen overdag op de plekken waar ze moeten eten, drinken, naar de wc gaan. Als zou een van die mensen besmet zijn, dan is er natuurlijk hartstikke veel risico dat die mensen elkaar daar besmetten en dat vervolgens weer in zo'n grote ruimte waar 50 man bij elkaar verblijft. Ja. Ze hebben eigenlijk gewoon tegenstrijdige eisen of tegenstrijdige richtlijnen voor de algemene bevolking, zeggen we 1,5 meter afstand. En voor deze groepen is het een soort van geaccepteerd dat daar niet aan gehouden wordt en dat ze gewoon dichter bij elkaar met grote risico. En ik neem aan dat daar ook ouderen tussen zitten, mensen die tot de risicogroepen behoren. Heb je zelf al gehoord dat er corona voorkomt in de dakloze gemeenschap van Amsterdam bijvoorbeeld? Het probleem is natuurlijk dat er niet getest wordt. Dus dit moment kan het college daar niets over zeggen. Ik vind dat er wel getest zou moeten worden. Maar dat is niet zozeer iets waar het college op dit moment iets aan kan doen. Maar er zijn speciale isolatieplekken voor dak- en thuislozen. Volgens mij meer dan 100. En ik geloof zo uit mijn hoofd dat er rond de 10, 15 personen gebruik maken van die mogelijkheid. Ja. Dat is volgens mij uit voorzorg, omdat mensen bang zijn, omdat ze extra kwetsbaar zijn vanwege ziekte, ouderdom, noem het maar op. Er zijn ook een aantal mensen die symptomen hadden die daar verblijven, maar daarvan is niet vastgesteld dat ze daadwerkelijk het virus hebben. Ja, hier is natuurlijk... Er zijn natuurlijk nog veel meer problemen die op lokaal niveau spelen. In een eerder gesprek met jou had je het ook al over precaire huurders die misschien nu niet hun huis uit worden gezet, maar wel na de coronacrisis een grote rekening krijgen en dan wel alsnog het huis uit kunnen worden gezet. Je noemde ook, volgens mij had je het ook over domestic workers. Dat er een grote gemeenschap in Amsterdam is van precaire flexwerkers. Die misschien nu ook juist extra hulp verdienen in deze coronacrisis. Ja, laat ik het hebben over ongedocumenteerde arbeidsmigranten. Ja. Dat is een groep die valt buiten de bestaande maatregelen. Hè? Simpelweg omdat zij geen papieren hebben. Zij doen vaak schoonmakerswerk bijvoorbeeld. Of in de horeca. Alle type werk eigenlijk dat nu niet meer kan. En dat zijn vaak wel gewoon mensen die ergens een kamer of een woning huren. Maar die daar nu niet meer die nu niet in staat zijn om dat te kunnen betalen. Omdat ze geen werk meer hebben. Nou,
Is het zo dat als deze mensen dakloos raken, dat er opvang is voor hen in de dakloze opvang? Maar wij hebben de laatste raadsvergadering gevraagd van, kunnen we niet voorkomen dat die mensen dak- en thuisloos raken door echt een noodfonds op te richten waar die mensen aanspraak op kunnen maken? Nou, dat was volgens de wethouder zeer onwenselijk. Dat vind ik jammer. Want, waarom? Gewoon kosten? Of? Waarom was het zeer onwenselijk? Er is opvang voor deze mensen. En als ze dakloos raken. Maar iedereen kan dat doen. De laatste raadsvergadering even terugkijken naar de exacte argumentatie. Alleen, ik was het daar uiteraard niet mee eens. Want ik denk, dat we nu juist in deze tijd geen onderscheid moeten maken tussen of mensen nou papieren hebben of niet, maar dat we iedereen zo goed mogelijk moeten beschermen. Want des te meer wij de ander beschermen, des te meer wij eigenlijk ook onszelf beschermen. Dus zelfs voor de mensen die alles alleen maar doen voor eigen belang, denk ik dat het nu ook in je eigen belang is om er te zijn voor andere mensen en ook hun gezondheid te beschermen. Ja, dus eigenlijk het virus verplicht ons tot een soort hogere mate van solidariteit die we misschien eigenlijk niet gewend zijn. Maar om hoopvol, je begint al een beetje over hoopvolle mogelijke oplossingen. Sanne, jij had daar ook wat vragen over specifiek volgens mij. Zeker, ja. Omdat we, net als dat wij hoop en vrees hebben, is inderdaad, we spreken nu veel over de vrees en de problematiek. En is willen we zo wat meer hebben over de oplossingen. Voor die tijd, even voor zij kijken en luisteren, bij je luistert naar aflevering 5 van de lockdown. Vind je het interessant wat wij doen en sta je achter ons initiatief? Dan help je ons ontzettend door ons op Facebook te liken, te volgen op Twitter, op YouTube. En je kunt deze en andere afleveringen beluisteren op alle standaard podcastplatforms, zoals iTunes en Spotify. Dus daar help je ons ontzettend mee. Ja. Geen bericht van onze sponsors, want we worden niet gesponsord, dus we hebben geen advertentieinkomsten of wat dan ook. Dit is puur een vrijwillig non-profit initiatief. Ja, precies. Waarbij wij ook hoop en ook proberen te verspreiden, maar ook juist een kritische blik. Dus die kritische blik hebben we vooral nu veel besproken. En het is mooi om ook naar wat oplossingen te kijken. Jay-Z, je noemde al gaandeweg een aantal oplossingsrichtingen die jij ziet, die al genomen worden. Maar geeft ook wel aan dat soms best nog wel te wensen overlaat. Dus kort gingen we net al in op oplossingen die komen voor dak- en thuislozen. Kun je nog wat meer vertellen over hoe dat nu gebeurt in Amsterdam? Welke oplossingen er dus wel zijn, maar waar jij en hoe jij ziet dat die oplossingen beter kunnen? Ja, nee, heel graag. Ik denk dat er tal van mogelijkheden zijn om de gezondheid van dak- en thuislozen beter te beschermen tijdens deze crisistijd. En een van de meest voor de hand liggende opties is natuurlijk om dak- en thuislozen te huisvesten in hotelkamers. Dat gebeurt onder andere in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En hier in Nederland ook, maar heel mondjesmaat. En de wethouder in Amsterdam heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij dit niet geschikt vindt voor alle dak- en thuislozen. Wat ik persoonlijk een vreemde, nogal stigmatiserende opmerking vind. Omdat mensen volgens mij prima in staat zijn om te slapen in een hotelkamer op een bed. En dat by far mijn voorkeur heeft dan mensen met 49 anderen in één grote ruimte op te vangen. Maar het probleem van dak- en thuisloosheid, dat gaat natuurlijk over het gebrek aan onderdak. En vorig jaar al waarschuwde de Nationaal Ombudsman dat de huidige regelgeving omtrent deze groep een toename in het aantal dak- en thuislozen veroorzaakt. En hij zegt zelfs dat als er geen fundamentele veranderingen worden doorgevoerd in dat beleid, in die huidige regelgeving, dat het aantal zelfs kan verviervoudigen. En wat we dus volgens mij moeten doen is het housing first principe toepassen. In andere woorden, geef dak- en thuislozen eerst een woonplek en kijk daarna of het nodig is om hen te ondersteunen bij het oplossen van andere problemen. En het gaat nu vaak juist andersom.
nou ja, met alle gevolgen van dien. En in Finland, daar passen ze dat housing first principe al wel toe. En dat is ook zeer succesvol gebleken. Want op een bevolking van meer dan 5 miljoen mensen zijn er daar nog maar 300 geregistreerde dak- en thuislozen. Wat is dan de reden dat dat in Finland al wel kan? Zo achterlopen? Dat is gewoon een kwestie van, politieke keuzes. Maar er is ook goed nieuws, want ook in Nederland realiseert men zich natuurlijk steeds meer dat het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld, geloof ik. Dus ook hier realiseren mensen zich dat het een probleem is. En afgelopen 21 april publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een advies aan staatssecretaris Blokhuis, waarin zij stellen dat het housing first principe de vicieuze cirkel kan doorbreken waar veel dak- en thuislozen nu in zitten. Dus dat is heel positief. Maar ik wil ook zeggen dat housing first alleen niet genoeg is. We moeten voorkomen dat mensen in eerste instantie dak- of thuisloos worden. En daarvoor moeten we onderdak erkennen als basisrecht, wat het ook is. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd in plaats van ze te verkopen. Dat er een huurplicht of dat er een woonplicht moet worden ingesteld voor alle koopwoningen. Dat de huurprijzen van alle huurwoningen worden begrensd, dat schuldenproblematiek nooit tot huisuitzettingen kan leiden en dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Want het probleem is niet zozeer dat er niet genoeg woonruimte is. Het probleem is dat woonruimte en woningen worden gezien als verdienmodel. En daar moeten we vanaf, hè, woningen om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. Ja. En we zien dat nu worden dus wel allerlei korte termijn maatregelen getroffen. Dus bijvoorbeeld, gelukkig wordt er nu wel ruimte beschikbaar gesteld in hotels bijvoorbeeld. Hoe zie jij dan dat die korte termijn oplossingen voor nu zich verhouden tot deze lange termijn oplossingen? Want daar zit best nog wel een gat tussen, zoals ik het nu zie. Hoe gaan we nou van die ad hoc oplossingen van nu, hoe zorgen we er nou voor dat deze uiteindelijk doorrollen in deze meer structurele oplossingen? Dat is een hele goede vraag. En dat ik vind dat ook vrij lastig. Hè? Omdat ik ben zelf actief in de lokale politiek. En veel van de belangrijke beslissingen die worden toch al landelijk gemaakt. Wij zijn daar nog niet vertegenwoordigd. Ik denk natuurlijk wel dat hartstikke nodig is. Maar in de Tweede Kamer moeten er discussies gevoerd gaan worden over hoe gaan we dan verder. En natuurlijk zie je dat er zijn verschillende dingen die ik heb gehoord, ook uit de mond van staatssecretaris Blokhuis bijvoorbeeld, of ideeën van linkse oppositiepartijen die ik sympathiek vind. Maar wat we volgens mij nog meer nodig hebben is echt een diepgaande discussie over hoe gaan we dan zometeen verder. En het artikel in de Volkskrant waar jullie eerder naar verwezen, dat vind ik echt een prima oproep wat aansluit bij die discussie die we volgens mij moeten hebben. En eigenlijk, hè, we kunnen niet verder zoals we het altijd al hebben gedaan. Ik kan wel een aantal ideeën opperen wat bijeen zou hebben voorgesteld als wij nu in de Tweede Kamer zouden zitten. Ja, zeker. Heel graag. Okay. Nou, dit is ik citeer even uit een stuk wat jullie allemaal terug kunnen vinden ook op de website van Bijeen. Dat zijn 10 voorstellen. Ik zal er een aantal opnoemen. Laat ik beginnen met de vraag hoe we dit willen gaan betalen. Want die vraag die wordt natuurlijk altijd gesteld. En wij zeggen, stel nu een coronatax in voor de allerrijkste. Dat is een idee wat we baseren op het voorstel van de PvdA in België. En dat is een belasting van 5% op de financiële vermogens en vermogens in onroerend goed van miljonairshuishoudens met een vermogen van meer dan 3 miljoen euro. En dat geld kunnen we gelijk gebruiken om inkomens te beschermen en te investeren in de gezondheidszorg. Ik denk ook dat het goed is als we de vermogensbelasting uitbreiden. Verhogen om de sociale voorzieningen te kunnen uitbreiden. En
ja, inkomensregelingen uit te breiden ook. Hè, zodat we mensen kunnen garanderen van inkomen. Omdat nu steeds weer blijkt dat allerlei verschillende groepen eigenlijk buiten de boot vallen van de noodsteunmaatregelen. Of binnen die inkomsten, het behouden van die inkomsten, ook bijvoorbeeld het basisinkomen. Zijn dat ideeën waar die hier onder vallen voor jullie? Nou, ik vind basisinkomen persoonlijk een heel interessant idee. Vooral omdat ik denk dat het de sociale zekerheid, laat ik het zo zeggen, gewoon extreem kan vereenvoudigen. En dat dat ook bureaucratisch een positieve ontwikkeling zou zijn. In principe is er natuurlijk ook al een vorm van basisinkomen hier in Nederland. Hè? De bijstand, je hebt altijd wat, ook al is het als dak- en thuisloze bijvoorbeeld. Hè, dan krijg je een deel van de bijstandsuitkering die anders krijgt. Je zou ook kunnen zeggen, verruim gewoon al die bestaande uitkeringen, al die bestaande inkomensregelingen. Ja, hoe dat precies wordt uitgewerkt, dat maakt wel uit, maar het is vooral belangrijk dat mensen voldoende inkomen hebben en dat de bestaanszekerheid van mensen gegarandeerd wordt, denk ik. Ja. De bestaanszekerheid is dus dat is in het algemeen de koers van jullie partij, die de bestaanszekerheid, garanties op gewoon dak boven je hoofd en voldoende inkomen om van te leven. En gewoon de gigantische ongelijkheid die er is, belast het gewoon waar het zit en om dat dan te financieren. Om even de advocaat van de duivel te spelen. Dit zijn vergaande eisen die natuurlijk ook economen, een bepaald soort economen in ieder geval, altijd zeggen dat is niet goed voor de economie. Dan jaag je investeerders weg. En nu helemaal, nu we in een recessie terechtkomen, waarvan iedereen weet van dit gaat mogelijk enorme klap leveren. Niet alleen voor werknemers, maar ook een deel van het bedrijfsleven. Hoe kun je op dit moment een coalitie bouwen die dit naar voren schuift? Met welk argument kun je zeggen, juist in deze zware tijd kunnen we ons dit veroorloven? Juist nu het economisch, juist nu we een recessie misschien van 5-7% ingaan. We hebben toch genoeg om dit voor de bevolking te leveren. Nou ja, volgens mij hoeven we nu niet eens de vraag te stellen van hè, kunnen we dat wel betalen of waar halen we dat geld dan vandaan? Want als er één ding is gebleken uit deze crisis, dan is dat er zo in één keer is in de US 2 biljoen tevoorschijn kan worden getoverd. Hier miljarden, 2 tot 4 miljard voor KLM. Ik bedoel, waar het geld vandaan komt, dat is de vraag niet. Het is vooral de vraag van, is er politieke wil om geld in te zetten voor de bestaanszekerheid van mensen bijvoorbeeld. Of om massaal te gaan investeren in de publieke sector, in de zorg, in het onderwijs. Wat volgens mij veel nodiger is dan het bedrijfsleven in leven houden. En dat is denk ik ook wat we onszelf nu moeten afvragen. Want ik zit ook even te denken aan wat een vorige gast in jullie show vertelde, Jerome Roos. En hij vertelde over hoe dat hele financiële systeem dat is gebouwd op basis van krediet, hoe dat eigenlijk een kaartenhuis is wat al lang in elkaar had moeten storten en nu soort van kunstmatig in leven
wordt gehouden. Ik zeg het zo even kort door de bocht. En ja, ik vind het een hele legitieme vraag om te stellen. Van, willen we daar wel terug naartoe? En daarom zeggen wij dus ook van, hè, we moeten eigenlijk van het idee af dat de hele economie en de samenleving is georganiseerd rondom het principe van winstmaximalisatie en economische groei. Dus dat bedrijven continu maar moeten blijven groeien om voort te kunnen bestaan. En waarin eigenlijk altijd de belangen van mensen, dieren en het planeet ondergeschikt zijn aan de belangen van het voortbestaan van het bedrijf. Ja, en dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat zo'n farmaceutische industrie, die zich eigenlijk zou moeten richten op de bescherming van de volksgezondheid van alle wereldburgers, dat die zich liever bezighouden met marketing, erectiemiddelen, afslankpillen, noem het maar op. En ik denk dat de onvoorbereidheid van het kapitalisme eigenlijk om de wereldbevolking te beschermen tegen gevaren zoals pandemieën, dat laat zien dat we het op een andere manier moeten doen. Ja. Sanne, had jij nog vragen aan Ja, ik zie, er zijn dus ontzettend veel ideeën waar jullie bijeen achter staan en voor staan. Maar jullie hebben dus nu een zetel in Amsterdam en nog niet, zijn nog niet zo ver verspreid en zo politiek gevestigd als dat jullie graag zouden willen. Maar toch daar een beetje hoopvol te eindigen, zien jullie je radicale visie nou ook terug bij anderen? En zijn er andere partijen die handschoen ook oppakken, waarbij je ziet dat je toch die ideeën die jullie zo uitdragen, toch hun weg vinden? Zoals ik zei, was ik aangenaam verrast toen ik staatssecretaris Paul Blokhuis hoorde zeggen dat hij vindt dat mensen ook na de crisis niet meer hun huis uit mogen worden gezet door schulden. En dat het not-for-profit principe voor het vaccin tegen het coronavirus een goed uitgangspunt zou zijn voor alle medicijnen. Kijk, dat soort ideeën kan ik natuurlijk alleen maar aanmoedigen. De SP die strijdt tegen de verhoging van de huren. GroenLinks en de PvdA die zeggen dat er strengere voorwaarden moeten worden gesteld aan het nieuwe steunpakket voor bedrijven. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke positief. Maar ja, in zekere mate zou je ook kunnen zeggen dat er tot voor kort eigenlijk vrij weinig sprake was van een linkse oppositie in de Tweede Kamer. En nu denk ik dat het wel wat meer op gang komt. Maar ik zou het natuurlijk hartstikke verwelkomen als er een links, radicaal blok zou worden gevormd. Die de boodschap uitdraagt van tot hier en niet verder. Het is nu tijd om de belangen van mensen te gaan behartigen en niet die van aandeelhouders. En dat er beslissingen worden gemaakt die spannend zijn. Omdat we dat soort beslissingen hier in Nederland nog nooit hebben gemaakt. Maar dat we gewoon echt af moeten van dat marktfundamentalisme. Dat we echt af moeten van het idee dat alles maar aan de markt moet worden overgelaten. En dus waar ik bijvoorbeeld aan denk, is dat er gewoon essentiële sectoren die zouden genationaliseerd of gedeprivatiseerd of gecollectiviseerd moeten worden. Dat soort discussies moeten we denk ik nu voeren. En dat zie ik dan nog niet genoeg gebeuren. Maar ja, ik hoop wel dat we daar naartoe gaan. Ik denk wel dat dat nodig is. Ja, dat denk ik ook. Is er nog een laatste hoopvolle boodschap waarmee je onze kijkers en luisteraars mee zou willen sturen in deze vreemde tijden? Ik denk dat het belangrijk is om jullie te bedanken. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Als links moeten we onszelf juist in deze crisistijd organiseren. Want we zien nu juist dat die ongelijkheid die er altijd al was,
nog erger wordt eigenlijk. En ook nog meer levens kost dan normaal. Dus het is echt van uiterst belang dat we zoveel mogelijk de samenwerking met elkaar opzoeken op links. Dat we constructieve discussies voeren over waar we naartoe willen na deze crisis. En we moeten manieren vinden om dat met elkaar te kunnen doen, omdat we niet massaal de straat op kunnen gaan. We zien elkaar niet meer op de werkplekken, op scholen. Dus wat jullie doen, dat vind ik, en dat meen ik oprecht, dat vind ik heel belangrijk. En we moeten erover nadenken van hoe kunnen we dit soort initiatieven verder uitbreiden. Te kijken of we toch sterker uit deze crisis kunnen komen dan dat we erin zijn gegaan. En een tweede punt wat mij ook wel veel hoop geeft, is dat je natuurlijk ziet dat er ontzettend veel mensen zijn in Nederland die zich nu inzetten voor anderen, die zich inzetten voor de allerzwakste in de samenleving. En dat geeft mij heel veel hoop. En en als laatste zou ik misschien toch gewoon een oproep willen doen aan iedereen om er wel echt rekening mee te houden dat de mensen die nu in de zorg werken, die op de IC's werken, ondanks dat het nu rustiger wordt, die mensen die hebben het echt ongelooflijk druk gehad de afgelopen tijd. Ik heb ook berichten gelezen dat mensen door moesten werken terwijl ze ziek waren, terwijl ze oververmoeid waren, omdat ze gewoon nodig waren. En houd alsjeblieft afstand. Blijf zoveel mogelijk thuis. Want we moeten denk ik ervoor zorgen dat de mensen die zorgen voor onze zieke medemensen, dat die zoveel mogelijk worden ontlast. En wat mij betreft zouden we ook voorzichtig aan moeten doen met het versoepelen van alle maatregelen, totdat we echt gewoon genoeg beschermende materialen hebben, totdat er genoeg capaciteit is om te testen. Want dit virus neemt veel levens, vooral van de allerzwakste in onze samenleving. En ik zeg, levens zijn belangrijker dan de kapitalistische economie. Dus blijf je alsjeblieft houden aan de maatregelen. Helder. Dankjewel dat je ons gast was. En bedankt voor je mooie woorden ook. Dat geeft ons ook weer heel veel inspiratie om door te gaan met waar we mee bezig zijn. Dus dankjewel. Jullie bedankt. Dankjewel. Dan praten wij nog even na, Sanne. Met de laatste aankondigingen. Ja. Leuke jongen. Mooie ideeën. Zeker, heel interessante en hele interessante punten, zowel wat er nu misgaat en wat er zo duidelijk en pijnlijk bloot ligt aan de problemen. En niet daarbij laten, maar ook hele concrete oplossingsrichtingen aanwijzen. Ik denk dat dat hele hoopvolle, kritische, maar ook hele hoopvolle combinatie is. Ja. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk zo bizar. En in de eerste dagen van de, of in de eerste weken van de lockdown, leefde die discussie ook iets meer? Of leefde meer dat gevoel van, oké, dit is echt een zware crisis en ja, de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn? En had ik het idee dat die discussie wat meer gevoeld werd of zo? Van, we moeten echt, we hebben echt een soort radicalere maatschappelijke verandering nodig. En nu we een beetje, wat jij ook in het begin noemde, van een beetje doormodderen, gaat het, wat staat op de voorpagina? Het ging voornamelijk over de app op een gegeven moment. Wat natuurlijk belangrijk is, rond privacy kwesties en zo. Maar gaan we een app wel of niet invoeren? Terwijl in andere landen zie je gewoon, er worden basisinkomens staan ter discussie. Of ziekenhuizen werden genationaliseerd, volgens mij in Ierland. En ja, ik denk inderdaad dat echt die radicalere oplossingen, dat daar heel veel ruimte voor is aan het begin, wanneer alles ondersteboven staat en het normaal zo ver weg lijkt. Dat het ineens heel veel ruimte schept voor radicalere ideeën, maar dat toch soms snel plaats moet maken voor, zeker voor bedrijven die dan toch heel sturend zijn, in zo snel mogelijk terug willen naar normaal. Dus ik vind het daarin zelf echt heel verhelderend om juist weer te praten over hoe we niet teruggaan naar dat normaal, maar een betere normaal creëren. Dus ik vond dat vandaag heel, heel inspirerend. Ja, en deze partij die blijft gewoon die vernieuwende ideeën uiten, no matter what. Ja.
Het is ook wel leuk dat hij ons bedankt, maar eigenlijk denk ik, ja, dit soort... Het zou eigenlijk overbodig moeten zijn dat we hier op een online programmaatje... ik wil dit soort ideeën verdienen, gewoon aandacht in de nationale praatprogramma's. En gewoon de grootste kranten. Maar goed, tot zover dit onderwerp. We eindigen... Zullen we een beetje naar het einde toe werken dan? Zeker. Kijken, wat er nog op de agenda staat, is dat ik een paar dingen ga noemen die ook plaatsvinden online. Vergelijkbare initiatieven zoals de lockdown, die ook de moeite waard zijn om te volgen. Ook gesprekken waar er met open mind wordt gesproken over hoe we uit deze crisis komen op een betere manier, met meer rechtvaardigheid en fundamentele oplossingen voor de lange termijn. Een podcast die ook online plaatsvindt, die heette Het Redelijke Midden, onlangs ontdekt. Mensen hebben al een stuk of 19 afleveringen. Is ook niet per se ontstaan uit de coronacrisis, maar ja, ze hebben een soort algemene kritische analyses over politiek en samenleving. En de laatste afleveringen zijn ook heel erg... daarin staat de coronacrisis ook heel erg centraal. En ontzettend interessant om naar te luisteren. Dat is een Nederlandstalig initiatief. Er zijn ook in het buitenland... Ze schieten echt als paddenstoelen uit de grond, volgens mij. De podcasts en de lezingen en online tv-shows... niet allemaal de moeite waard om te noemen, maar ik vind het wel interessant bijvoorbeeld de organisatie van Yannis Varoufakis, Diem 25, hoe spreek ik het zo uit? Ik weet nooit hoe je dat uitspreekt, DM of Diem 25, die hebben ook iets dat heet Diem 25 TV en dan hebben ze een tv-show met lange interviews met denkers als Chomsky, Noam Chomsky, Amerikaanse filosoof. Slavoj Žižek is volgens mij ook langsgekomen. Transnational Institute is in Nederland gevestigd. Ook een academisch instituut, progressief. Die heeft ook allemaal online lezingen. We zetten dit allemaal in de show notes. Het is onder de video op YouTube. Kun je al de links naar deze initiatieven aanklikken en ook gaan volgen. En dan heb je iets te luisteren terwijl je thuis in de lockdown je was aan het doen bent of kleren aan het strijken bent. En ik denk dat JC ook gelijk is dat deze tijd juist roept om het verbinden van links. En dat proberen wij te doen en andere platforms te doen. Dus ik denk dat het alleen maar dat het goed is dat we dat, dat, we dat nu digitaal oplossen. Ja. Ons helpen dus ook ontzettend door ons te liken op Facebook en YouTube. Volg ons op Twitter. En deze aflevering van vandaag, maar ook andere afleveringen waar ook een paar keer naar verwezen is vandaag, kun je beluisteren op de standaard podcast platforms zoals iTunes en Spotify. Wat nog op programma staat voor wat er aan zit te komen, is Eline Arisse van de Bond Precaire Woonvormen. En gaan we het meer hebben over de impact van corona op mensen die precair of in een onzekere woonsituatie zitten. Aansluitend op waar we het vandaag over gehad hebben, maar vanaf een ander perspectief. Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben, interessante sprekers, laat ons dan vooral weten via info@thelockdown.nl of stuur ons een berichtje op een van de andere platforms. Dus bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot ziens. Tot ziens.